Weet ik niet, voor alle hobbels, want deze auto is best wel stuiterig. Wij hebben dus outfitjes voor elkaar geshopt. Eerst wat? Met die oorbelletjes erbij, die zijn wel heel leuk. Goedemorgen vanuit Dirksland. Ik heb net Joe opgehaald en dit is helemaal goud, jongens. Het verschil tussen mannen en vrouwen. Ik ben helemaal blij met mijn wagentje in het zonnetje. En Joe is helemaal blij met een maskertje. Nee, zit een masker. Ik heb geen BH aan. Wat heb je niet aan? Geen BH. Ik kan me ondersteuning geven. Maar ja, maar wel maar met één hand. Voor wat? Nou, weet ik niet, voor alle hobbels, want deze auto is best wel stuiterig. Ik heb wel één hand nodig voor het sturen, dus ga maar met één hand lukken. Dus dan krijg ik één hangtiet en één hangtiet en één stuitertiet, ja. Hoe werkt dit, Joe? Hoe werkt dit nou? Er zit een heel pakket hier zo. Hoe denk je dat het werkt? Zie je het toch? Ja, en dat ze nu smeert op je gezicht en droogt het op, kan je het eraf rukken of zo? Ik heb liever iets anders. En wat? 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 Een mooie auto, hè? Oh, hoor me spruttelen en dan staan de kleppen nog dicht. Oh, jongens, ik heb het zo naar mijn zin vandaag. Helemaal top. Ik ben op pad met een leuke dame. Ik ben op pad met een waaier. Helemaal super. En daar een stukje verderop heb ik een heel hobbelig weggetje gezien. Ga je nu voorstellen om één tiet vast te houden weer? Zou ik nooit doen. Wat is dit voor ding? Het lijkt wel aan een... Een condoom? Nee. Wil je even ergens anders? Want ik moet hem opdoen, want hij lekt. Oh. Oké, Joe heeft een masker opgedaan. Ik heb nog niet gekeken. Dit is mijn first reaction. Ik heb weer wakker. Ik wist het. Je had altijd een masker op. Niet? Ik heb nu een masker op. Ja. En het valt echt mee. Ik had erg verwacht dat ze wel heel eng zijn of zo. Maar het ziet wel raar uit. Het is mijn hoofd. Ja, het is nog steeds. Nou, laten we gaan. Want you're too hungry. Ja, wij gaan er vandoor. Ik heb ook zoveel honger. Dat is niet normaal. We hebben nog niet ontbeten. Ik heb Jules net opgehaald. Dus ja, we hebben nog een bijna honger. We gaan lekker eten wat bij mij. Ik ga het halen bij de supermarkt. Gaat Jules lekker de make-upje doen en zo. Gaan we met Jules gingen? Lekker chillen. Oh ja. Oh ja, we gingen naar... Ik heb ook een geheugen van een goudvis. Maar ik krijg constant afgeleid door jou, Jules. Ja. Logisch. Nee, er komt iets anders. Nee. Oh, wat dan? Jawel. Nee, we gaan even in Amsterdam wat lekkers halen. Lekker broodje tonijn als het goed is, toch? Met lekker sapje erbij. Ja. Oh, nou, heerlijk. Dat hebben we vaak laten zien. Ja, dat hebben we vaak in de vlog laten zien. Die kennen jullie wel. Dus dat gaan we even halen. En dan gaan we gewoon chillen bij mij. En vanavond hebben we een musical. Nou, ik ga wel in de musicals. Jules uitgenodigd en zegt, wil je mee? Ja, ik ga wel mee. Helemaal top. Ga ik neem jou echt mee naar allemaal shows. Vind je dat wel leuk? Ja. Vind ik super. Ja? Super. Als ik jou meeneem, dan gaat het... wordt er bier gedronken en wordt er gedrift met auto's ofzo, of dat soort dingen. Letterlijk. Letterlijk, ja. Het was wel een leuke dag. Het was een leuke vlog ook. Leuke dag, leuke vlog. Leuke mensen. Leuke mensen. Vooral eentje. Nee, nu moet ik stoppen. Ja, Shahid is echt leuk. Ja, Shahid. Love you, Shahid. Oké, we hebben toch change of plans. Jullie moeten een campagne zo aanleveren voor een bepaalde tijd. En als we dan nu dat chappen gaan halen, gaat het niet lukken. Ze gaan wel naar mijn huis, kan je make-uppen. En dan kan ze die campagne aanleveren. En dan ga ik gewoon even chappen halen en chappen maken. Goed plan? Goed plan. Goed plan. Hey, dit is een bekende plek dit. En hoe is het gestuiter? Wat viel het mee? Wat vind je er zelf van? Niks, mijn ogen doen helemaal dit inmiddels. Dus, wat dan? Oh nee, ik zat even zo. Toch letterlijk helemaal bedoel je? Oké, Joel en ik hebben al afgesproken. De volgende keer doen we het naakt. Ja, dat was toch de afspraak? Nee, ik zei, als we dat zouden doen, zou ik met mijn broer voelen. Dat is echt wat ik zei. Oh, ik woon nu al dik een half jaar op mezelf. En nog steeds ziet het eruit als een soort studentenhuis. Kijk wat een rotzooi, hé. Hier echt zo'n pad met zo'n met aangebakken ei er nog in, weet je wel, heel typisch. En een tosti-ijzer. Of course, maar twee lekkere tosties voor jou en ik. Heb je tosties gemaakt? Ja. Zijn we klaar? Ja. Rotom. Nee, ik zit in mijn eigen huis. Kun je dat nog een keer zeggen? Ja, dat is waar. Hey, ik heb heel veel mensen op verschillende manieren hun tosti zien klaarmaken of eten. Met ketchup, met mayo, met curry, met kaas, met de kaas erbovenop. Of met tomaat ertussen. Of ik kan het blijven opnoemen. Maar jij doet peper op je tosti? Ja. Yeah. Is dat lekker? Ja. Yeah. Oh, hier zie je. Jij gaat nu ook nog kaas erbovenop doen. Hij zit niet meer in stopcontact.
Heb je wel eens pizza tosti spread op? Zo maak je gewoon een pizza, of een pizza, of een tosti met kaas. En dan van die spread eroverheen. En dan krijg je een soort pizza vibe, maar in een tosti vorm. Ken je dat? Moet je echt een keer chappen. Ik hou niet van pizza. Hou je niet van pizza? Dat weet je echt wel. Ja, ik heb wel handig. You houdt meer van sushi en chocolade. Licht uit. Vind jij dat het donker is? Laat het dan weten. In de comments. Ik wel. Het is fucking grappig, want ik loop de hele dag naar die lichtknoppen toe. En ik doe elke keer tuk tuk. Ik zet alles aan. En dan hoor ik weer achter me tuk tuk. Jo heeft gewoon een ekel aan kunstlicht. Ik zat te zoeken naar mijn schilderij. Ik denk, ik denk dat daar mijn kunstlicht. Ja. Dames en heren. Dames en heren, koeken en peren. Wie kan van mij een broodje smeren? Oh, we hebben hier een hele mooie doos staan. Deze heeft Joe besteld en ik heb dit besteld. Wij hebben shit voor elkaar besteld. Wij hebben dus outfitjes voor elkaar geshopt. Ik 3, Joe 3. En we hebben geen idee van elkaar wat. Die doos is wel open omdat Joe moest even gluren. Plus, we hadden van de week hadden we een evenementje. Moet je dit niet zeggen als we zitten? Moet je dit niet zeggen als we zitten? Dat is leuker, anders heb je het een vlogstijl. Ja, ik ben een vlogger. Ik heb wel één oudje aangehad uit de doos. De rest heb ik nog niet gezien. En dat kwam gewoon omdat we naar een evenementje gingen. Toen zei, joh, ik heb een oudje. En die ziet er zo goed uit. Wil je die alsjeblieft aantrekken? Dus die ga ik even pakken. Dus, Nou, omdat dit toch zo is. De rest moet ik nog zien. Maar deze heb ik al aangehad. Het is een Alden Black outfit. Kijk, die hebben we mee naar beneden. Die ga ik wel weer zo aantrekken. Zodat jullie kunnen zien dat Jules voor mij heeft aangekozen. Uitgekozen. Hey joh, van de cijfer tot 1 tot 10, hoe erg bang ben je voor mijn keuzes? Nou, ik ga gewoon als een moer gebleed worden, denk ik. Nee, ik heb... Jawel, want hij had per ongeluk, er was wat. En toen had hij per ongeluk al iets gespeeld, wat het was. En toen dacht ik, als dit erin zit, dan ben ik heel benieuwd. Ik verklapte iets, ja. Maar dat zit er niet in. Wat dat was. Maar ik heb er drie dus. Maar eentje vind je sowieso leuk. Oh, ik dacht drie van die dingen. Nee, ik heb 3 outfits uitgekozen. Yeah. En dat vind je sowieso zit er één bij die je denk ik wel leuk vindt. Als het groot is en je ziet geen figuur, dan like it. Je ziet overal waarschijnlijk met die MRD in. Nee, het valt echt mee. Don't worry. Ik ben heel benieuwd wat je voor de rest van mij hebt uitgekozen. Of het strakke kleding is, of baggy clothing, of skaterboy stijl, of model stijl. Of gewoon lekker een trainingspak als een tokkie. Ik denk niet dat ze die hebben uitgekozen, daar loop ik altijd al in. Okay. Het wordt niet veel beter dan het. Nee, dat kan niet. Je bent... Erg ben ik, hè? Oh, moet ik niet doen de hele tijd. Ik ben gewoon happy. Gezondheid. wat jij hebt uitgekozen, is dat echt compleet anders dan mijn stijl? Dan wat ik draag? Echt? Maar schat, jij draagt alles. Als jij iets opgestuurd krijgt, dan draag je het gewoon, snap je? Jij draagt wat, lekker wat je hebt. Ja, wat ik heb. Wat ik lekker vind zitten en wat ik heb, dat draag ik, ja. Ja, en het maakt je niet uit of het gifgroen is, of dat het pimpelpaars is met een goud randje. Ja, het zwart of wit is, als het in je kast ligt, dan pak je letterlijk, jij kijkt in je kast, je pakt het eerste en dan loop je weg. Nee, wil jij eerst? Dames eerst? Of? Nou, wil jij eerst? Als het, ik kijk er eerst, of? Eerst wat? Ja, wat wil je? Nee, jouw koude video, dus zeg maar wat je wil. Oké, kies jij maar de eerste outfit uit jouw pakketjes. Trouwens, we gaan niet naar de musical. Hier, zo, grote dozen ben je niet normaal. Het is ook zo'n opmerking, dan vraag je de volgende keer maar iemand anders. Oké, wacht, ik ga wel even. Wow, ik zie gelijk al een lichte broek. Nou, wat draag ik altijd? Zwarte broeken. Ik heb eigenlijk gewoon niet... I'm so sorry. Ik heb eigenlijk gewoon heel veel uitgekozen. En dan heb wow, dit zijn wel meer dan 3 outfitjes. Ja, dit zijn echt 6 of zo. Ik dacht gewoon, waarom heb ik gewoon een normale zak? En waarom heeft Jules zo'n doos? Ja, plus, bij jou zitten ook nog schoenen. Ja, dit is de helft is gewoon een doos. Hè? We zouden wel 3 outfitjes doen. Ik pak wel wat. Ja, okay. Pak jij maar wat. Ik weet niet wat bij elkaar hoort. Eerste... Wat is dat? Een pyjama? Wat is dit? Dit is een soort jungle. Nou, kleed je maar uit. Moet ik hem om... De eerste outfit. Oké. Trui. Nee, ga staan. Ja, maar dan ben ik uit beeld. Ja, nee, dan ga je een beetje naar achter. Dan zet je een beetje... Nee. Ik vind dit zo leuk. Joe is echt helemaal hyped hiervoor. Dit was ook haar idee. Ik was... Ja, nou nee. Dit ging niet zo dom zijn. Letterlijk, je moet even kleding voor me uitkiezen, want ik heb niks meer.
Jij zei zo'n claim voor je uitkiezen, want je hebt niks meer. Ja, dag Don. Ah. Jij vroeg 80.000 keer of ik weer shit voor jou kon uitkiezen. Nee, ik zei van mijn kleding is op, wil je me helpen? Ja. Dus, en toen dacht ik, kies jij mijn kleding voor mij uit? En toen dacht ik, hey. We gaan een video maken. Toen kwam dit eruit. Dit is echt wat ik zou dragen op een zondag, als ik een kater heb. Nee, dit zou ik elke dag dragen. Hallo, en die schoenen erbij. Die ben ik zo blij mee. En die schoenen, bro. Met wie stond ik dit te bestellen? Ik stond het te bestellen. En toen zei ik, hoe leuk is dit? En toen zei de chick waarmee ik zei, was die zei, was dit. En ik dacht, dit is oprecht. Dit soort shit droeg ik echt veel in het verleden. Dit soort trainingspakken, joggingpakken, dingen. Ja. I like it. Yes? Ja. Ik vind het echt leuk. Ja? Ja, het is wel gewoon een jogging. Het is echt oprecht. Dus ik heb het nog nooit gezien ook. I like it. Het is wel iets unieks, ja. Dat zie je bijna nooit. Maar wat vind je er zelf van? Dat is het belangrijkste. Dus tussen de bossies, dat staan, daar zit niemand meer, denk ik. Maar dit is, ik vind dit chill. Weet je wat ook chill is? Dit draag ik 100%. Maar staan mijn schoenen er nu ook op? Ja. Ja, sta ik helemaal op. Dat is goed. Oh, nice. Weet je wat ook zo fijn hiervan is? Ik pas het ook. Oh, ik ga mijn kledingkast weer leeg. Maar hij is wel, je trui is een beetje groot voor je of zo. Nou, ja, doe de trui in je broek. Verkeerd, hij boven hier zo. Doe de trui in je broek. Dit in mijn broek? Doe eens. The fuck? Dat is echt niet mijn outfit, hoop ik. Ja, niet zo houvast. Je bent gewoon zo schattig op mijn broek. Je bent zo onwetend. Ja, blijkbaar. Misschien moet ik in een kledingwinkel gaan werken en dan zo mijn mannen gaan passen. Hey. Pas het allemaal! Nou, mijn veters zitten niet gestrikt. Maar dat is puur... Oké, nee, doe maar eruit. Het ziet er niet uit, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. En doe je capuchons op? Ik wil even kijken hoe je eruit ziet. Nee, doe maar weer af. Ik vind het een leuk pak. Ik ook. Hij is goedkeur. Dit vind ik echt gewoon top. Dit ga ik zeker dragen. Heerlijk. Zit zo comfy. Gelijk zo overdreven weer. Outfit 1. Geslaagd? Ja. Maar voor jou. Dit is gewoon een chill outfit. Zo chill, want jij hebt dat niet echt. Ja, ik heb het wel, maar dat zijn gewoon trainingspakken, maar daar ben jij niet zo'n fan van. Nou, ik vind die nog ineens zo heel lelijk. Zelf zou ik niet dragen. Maar ja, het zou wel goed op je lichaam op zich. Maar dit ziet er chiller uit. Yeah, I'm happy with this. Wat vinden jullie nou van? Laat het weten in de comments. Ik weet niet hoe goed dit op beeld staat, maar... Ik heb de zak. Haha, als jij dat tegen mij zegt... Mag het licht uit? Als jij dat tegen mij zegt, dan vraag ik volgende keer iemand anders. Zal ik beginnen met de outfit van de schoenen dan? Maar jij wil Boes. Oké, outfit met de schoenen. Ik heb maar 3, ik heb niet een fucking hele doos. Maar wat dan als ik het niet pas? Nou, dan zien we het wel weer verder. Nee. Maar ik heb even mijn telefoon nodig, want ik weet niet hoe het er ook weer uitzag. Zo dan. Je weet niet meer wat de outfits zijn, je telefoon heeft hier doos. Je weet niet meer wat de outfits zijn? Nee. Zal ik kijken en raden wat de outfits zijn? Nee, doe maar niet. fuck, ik heb geen idee meer hoe ik het heb samengesteld. Zal ik raden? Ja? Kijk, dit is de hele package, plus de schoenen. Wat is dat? Vlinder sokken. Sokken met een vlinder. Oh, ik weet al, die horen op een witte oversized shirt, nee, t-shirt. Dit is... Met lange mouwen. Wat is dit? Dat is een is topje. Is dit een topje? Ja, ik zat net het plaatje te checken. Hij is veel groter als je hem uitvouwt. Weet ik zeker. Dat is een jurkje. Ja. Begin dan eens met het jurkje. Maar... Ik ben echt zo benieuwd. Waarschijnlijk word ik helemaal afgebrand door jou, maar dat maakt niet uit. Ik heb wel mijn best gedaan. Ik heb niet gekut. Ik heb oprecht mijn best gedaan. Kijk. Een soort bloemetjespatroontjes of zo. Moet dit onder mijn reet komen of erboven? Het hoorde op het plaatje als onder die reet, maar volgens mij is die echt veel te klein. Volgens mij... Is het een S'je? Wat ja, is het? Dit is van de petite... Dit is van de petite afdeling. Oh. Ik ben niet zo petit. Maar ik kan het wel passen voor je. Ja, is goed. Ik geloof dat ik eruit ben. Volgens mij weet ik het weer. Het zijn 3 outfits met dat jurkje. Dus eigenlijk 4. Maar ja, dat jurkje is een beetje een twijfelgeval. Ik wil als eerste het jurkje. Ja. De extra outfit wil je als eerst? Yes. Oké. Okay. We'll put the camera out. Because I'm gonna make it right now. Oké, okay, Joel heeft het eerste aangetrokken. Ja. Wacht, eerst. Gaat ze eerst even zelf kijken. Ja, ik vind het... Het is wel een beetje kort. Ik had iets groter gedacht. Maar hij is wel heel leuk. Hij is echt schattig. Mag ik eens zien, Joel? I feel very vulnerable in this dress. Hij is wel leuk. Hey, ja. Het past wel goed bij je. Mooie beentjes. Ik zie dat het een kapje, een beetje.
Een beetje als een kapje, ja. Dat is echt heel schattig. Ja, jij bent voor de rest best wel stoer, vind ik eigenlijk. Dus iets te liefjes voor jou, denk ik. Met die oorbelletjes erbij, die zijn wel heel leuk. Maar die vind je ervan? Ja, ik vind het wel heel leuk. Als hij iets langer was, dan was het echt wel heel leuk voor een zomerse dag. Het is nog steeds leuk voor over mijn bikini of zo. Ja, dat, kijk, daar is dit tof voor inderdaad. Ja, dat was echt zo je plan. Ja, het was zo mijn plan. Voor een outfit, want dit is toch lekker voor mij. Yes, dit is echt een naakt voor jou gewoon. Een leren jasje! Een leren jasje? Ja. Oh mijn god, en wat moet daaronder? Waar is die zwarte broek? Ik heb nog nooit iets van leer aan gehad. Ik vind dat een beetje vrouwelijk. Leer. Oké. Oké, ga ik het aantrekken? Wacht! Dan moet er nog meer bij, oh wat goed. Oké, ik ga het aantrekken en dan kom ik om het hoekje lopen zo. Is jullie klaar voor een jaren 80 boyband guy? Fucking leuk! Ja? Het is alleen nog een nektattoo, dan ben ik klaar. Doe nou eens normaal, gaf. Fucking leuk! Ja, vind je het leuk? Ja. Yeah. Een lange kapsel past wel bij dit. Ja? Doe je jasjes uit. Maar als je mij nu op straat zou zien lopen met deze outfit, zou je denken, that's nice. Ja. Yeah. Jasje uit? Ja, ik ben wel benieuwd. Oh, dit vind ik nog leuker als het uit is, denk ik. Oh, dit vind ik echt zo sexy. Maar je mist een riem, toch? Als nee. Oh, heel leuk. Ja, die broek en die schoenen vind ik top. Dit vind ik ook top. Als ik hem los mag dragen dan. En nee, dan is het weer heel simpel. En het jasje weet ik niet. Nee. Daar moet ik echt even van wennen. Maar het is gewoon omdat ik dat niet draag. Je hoofd. Daar moet ik echt ervan winnen. Oh ja, dit is heel leuk. Je staat er heel ongelukkig bij. Je vindt het zelf niet zo leuk. Maar laat me even je huis vasten. Ja, ik heb gewoon geen smaak. Dus voor mij is het gewoon heel lastig te bepalen van is dit mooi of niet. Maar het zit lekker. Dus ja, ik zou het wel gewoon dragen. Zo. Oh. Helemaal. Heel leuk. Helemaal mijn broek, dat kan ik accepteren. Dit is echt heel leuk. Voelt natuurlijker. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet helemaal met het jasje. Josh is met jou een raar model. You wanna hop on my motorcycle? Ring ring. Nee, niet echt nee. Maar dat jasje, ik heb ook mijn twijfels over. Misschien moeten we die terugsturen. Ja, dat is een goed idee. Ja, want het past ook niet zo goed bij jouw deze hoofd. Kijk, dit is wel gewoon top. Staat je zo leuk. Dit is echt een leuke outfit. Geslaagd of cijfer? Dit krijgt een solide 8. Een solide 8. Ja, het is dat die broek... Wat was de vorige outfit eigenlijk? Hij had een 8,5-9 gekregen in zijn outfit als... Dit. Ik weet het niet. Hoezo? Wat is er mis mee? Hoe die broekspijp eindigt is een beetje oldschool misschien. Maar voor de rest, ja, dit is ook zeker iets wat ik zou dragen. Dit gaat niet mijn kast in, wat ik dan niet meer draag of zo. Dan wil ik dat jij die aan gaat trekken. Die witte. Dit hele pakket. Oké, wat daar ligt... Wauw! Jiel! Jiel! Ja. Ik hoor jou alleen maar hijgen en die heb ik te klein besteld zeker. Krijg je hem wel aan of is hij echt zo klein dat je hem niet aankrijgt? Ik kan echt niet lopen. Je bent zo schattig. Wat? Ik hè? Ja. Hoezo? Kom op. Je bent gewoon zo cute. Dankjewel. Ready, alleen ik heb wel gewoon mijn eigen zwarte broek aan, want die witte broek ja. Nee, kom, let's go. Doe het. Zeg je? Doe het, let's do it, do it, do it right. Zo weer gas op te zetten. Huh? Nee, ik bedoel, laat maar zien. Ja, dit is wel, ik vind dit leuk. Met een witte broek had ik dit echt fantastisch gevonden. Ja? Ja, wat vind je van de schoenen? Zijn de schoenen die je zou nemen? Het zijn mijn eigen vodka sokken van mijn zus gekregen. Vodka sokken van mijn zus. Ja. Zou je dit zelf dragen? Ik zou ze niet zelf kopen. Ik vind dit zo leuk staan. Maar het zijn gewoon witte. Als dit witte broek... Het zijn gewoon witte sneakers, dus... Maar je... Doe eens een beetje open. Ja, zo. Als je dit dan met een witte broek had, super... Wit. I like it. Even yeah. Clean. Wat vind je... Hè? Wat vind je leuk aan dan? Weet ik niet, gewoon vrouwelijk. Degelijk. Vind je het degelijk? Ja, ik vind het wel een lekker vest. En een leuk topje op. Zeg maar, dit zou ik zelf ook dragen, want het is gewoon een basic witte top. Dus dat is chill. Maar zou de outfit zoals ik hem heb, en dan stel je voor de boek is wit, zou je hem dan dragen? Nee. Ik heb je nog niet teleurgesteld in ieder geval. Nee, je bent niet, het is niet dat ik denk, wat is dit? Dat ga ik wel bij die broek hebben, denk ik. Nee joh. Ja, met en, de witte broek erbij een 6. Met de witte broek erbij een 6. En was de broek zwart? Dat is wel een 6. Nou, dan gaat de volgende, die gaat hem onvoldoende halen, denk ik, de volgende. Ja. Ja, dat denk ik wel. Nee, niet allemaal. Dit is toch goed. Ik heb nog een
jas. Nog een jas? Ja. Ja, een jas. Een jas. Jas. Oh, ook van leer? Nee. Nee, dit is dit. Gewoon een bomber. Oh, die vind ik top. Ja. Gelijk al. Een bomber? Een bomber. Oh. Dan gaan we deze doen. Denk ik met deze. Dat, oké. Okay, nou, ik ga het, kies het maar uit. Ik trek het aan. Ready? Steady? Ik zit bij het koor, heb ik gehoord. Oh, dit is vreselijk. Ik vind het ook verschrikkelijk. Ik dacht, jij dat je dit mooi vindt, dan ga ik echt, ik vind je niet meer zo leuk als ik vind. Als je dit leuk had gevonden. Kijk hoe dit eruit ziet, joh. Ah. Lijkt of ik... Doe die truiën uit. Ik vond dit zo verschrikkelijk. Ik heb natuurlijk een spiegel om de hoek hangen in de wc. Ik keek er niet wat naar. Ja, hij is nu helemaal onder de pluisjes van het... Hoi, ik ben Don, ik ben 2 maanden clean. Hoi, Don. What the fuck? Die broek ook zo. Ja. Kijk, wacht even, hou eens vast. Je ziet je nou te lachen, joh. Dat is gewoon heel grappig. Wat dan? Ja, deze hoeft al heel lang niet. Ja, dat was niks. Oh, je gaat even mijn broekspijpen. Ik ga je broekpijpen. Ja, even omrollen. Jij zegt dat ik erg ben. Nee, nee, nee. Wacht even. Oh, ik ben eigenlijk bij deze muur staan. Nou, weet je... Wat dan? Is dit beter? Ja, je moet even schoenen onder aandoen. Zo ziet het er ook ja, gewoon... Als het er al niet uitziet zonder schoenen... Ik ga bij... Schoenen kan ook echt een outfit, maar hou ze vast nog een keer. Als schoenen niet... Je schoenen moet je toch uitdoen als je ergens komt? Dus als het nu al lelijk ja, dan is... Ben je lelijk. Ik vind dit ding ook echt niet leuk. Ja, maar... Vond je die wel leuk? Nou, doe eens die broek. Wacht even. Hoe je binnenkomt. Laat zien nog een keer. Kijk, zo is de broek gewoon prima. Like als je dat ook vindt. Het is wel een leuke trui. Ja, misschien is deze wel leuk zonder het bloesje erbij. Dat geeft zo'n ander effect. Is die dan wel leuk? Of zeg je dan nog steeds van... Het maakt je een beetje vrouwelijk. Maar op zich, het is best prima. Nou, wel... dat moeten we niet hebben. Dat moet niet. Dus deze gaat... Oh, deze gaat aan mijn kast. Ik heb gewoon alles besteld voor mezelf. Ja. Nee, dat is niet waar. Die broek vind ik oprecht gewoon prima. Oké, okay, maar deze mag jij dan hebben. Oké, bedankt man. Dus wat voor... Aha. Wat voor cijfer... Wat voor cijfer krijg ik? Een min fucking 100. Wat onaardig. Ik gleed mij letterlijk als fucking... Ja. Nou, weet je niet. Ik val op oma's blijkbaar. Nou oma, kleed jij even om. Dus jouw laatste outfit, ik ben heel benieuwd. Maar ik krijg dat toch niet zelf aan? Oh, nou dan help ik je. Oh, vandaar dat je het erbij gezocht. Jij denkt, Nee. Joe, je vergeet wat. Wat? Je vergeet dat zwarte dingetje. Ja, maar dat krijg ik niet zelf aan. Nee, dan help ik je toch even. Ik lijk me gewoon een dikke Gertrude. Maar wil je dat zwarte topje er nog wel weer aan? Ik kan het niet. Mag ik je zien? Kijk. Oh, dit is sexy! Nee, ik kan de voorkant echt niet laten zien. De voorkant? Ja. De achterkant? De achterkant is niks mis mee. Nee, dat kan je wel zeggen. De voorkant dat problematisch is. Maar hoezo dan? Oh, die flare. Oh, dit is wel een hele erge breide van die sokken erbij. Zijn zo schat. Maar, is iets te veel flare. Het is... Ja, op die foto zag het er goed uit. Ja, kijk dan, het lijkt wel een soort... Ik dat aan? Het lijkt of iemand van een gordijn of een tafelkleed gewoon een soort broek in elkaar geflanst heeft. Ja, echt zo. Verschrikkelijk. Maar het is niet zo erg als dat ik net had. Maar je wil je voorkant niet laten zien omdat het zo slecht de fit is? Ja. Oké. Okay. A. I respect it. Het lijkt net alsof ik 3 maanden zwanger ben. En B. Nou, ik kan lip lezen. Ik in een hoekje, denk ik. Je kan clip lezen. Wat? Ik kan heel goed clip lezen. Oké, Don moet even zijn vriendje verbergen. Ja, dit is... Are you good, bro? Dit is de volgende outfit met het zwarte shirt en de bomberjack. Waar is het zwarte shirt? Ja, maar die heb ik daar neergelegd. Oh, dat is het outfitje dat... Oké, dat kunnen we al eerst laten zien. Oké, dit was de vorige outfit. Dat was gewoon een zwarte broek met een zwarte t-shirt met lange mouwen. Dus die is niet heel speciaal. Maar die heb ik dus nu nodig. Voor mijn andere outfit. Ja, deze. Oké. Okay. Dit is een pantaloogbroek. Wat? Pantaloog.
Pantalon. En je snapt dat dit shirt erin moet? Oh, nee, dat snap ik niet. Ik vind die pantalon helemaal niks. Nee, niet? Ja, het viel te netjes voor mij, dat past niet bij mij. Fucking love it. Ja, maar dit zou ik echt alleen aandoen naar een speciale... Het is netjes, maar je moet het zelf vies maken en dan is het niet meer netjes. Of naar kerst of zo. Ja, maar je hebt er toch sneakers onderschat? Kerst. Het is bijna een beetje te groot, dat is het meer. Ik denk als die wat kleiner was... Jij hebt gezegd dat je lengte 34 is, maar je hebt echt lengte 30, 32. Al die broeken zijn te lang. Oh. Je hebt helemaal niet 34, je hebt 30, 32. Nou, was ik ze wel een keer heter. Nee, dat moet je niet doen, want dan verpest je ze. Net als je met je schoenen. Ik had 2 paar All-Stars voor Danielle besteld. Nou, 3 keer raden. Heeft ze gewoon 80 keer gewassen. En ze vallen nu gewoon van ellende uit elkaar. Oké, een bomberjack. Ik ben benieuwd waar het knop... Waar zit het knopje dan? Voor de bom? Een andere dan? Je hebt ook gewoon... Juwelieren voor mij gekocht. Wat heb ik? Juwelier. Ze heeft voor mij ringen gekocht en een ketting. Nou, wat zou ik. Ik wou dit gewoon een keer zien bij jou, maar hier hebben we het wel vaak over gehad. Nee, die krijgen we niet meer over bij mij. Ik heb niet meer worstelen. Want ik heb niet meer gewoon een ketting. Een ketting, kijk, het is een ketting. Maar er zat eigenlijk een kruisje aan, maar die is niet aangekomen. Een kruisje, maar ik ben niet gelovig. En kijk, dan zou het dus zo, gewoon een ketting. Nee, dit vind ik niet, nee, dit is een 5,5. 5,5? Ja, haal je de ring en de ketting weg. De ketting en moet sowieso... de broek in de juiste maat. Die ketting. Je lijkt echt Patricia, zo. Die ketting moet je even er niet bij denken. Voor de rest is die gewoon helemaal... Ga eens achter. Voor de rest is die gewoon helemaal oké. Okay. Doe je hand normaal. Doe dus niet alsof je een vrouwtje bent. Staat normaal. Nee, wat vinden jullie al van allemaal deze outfitjes? Welke vinden jullie het leukst? Laat even hier beneden weten. Ben ik echt benieuwd naar. Wat jullie ervan vinden. Wie heeft er gewonnen? Ja, jij. Ja, is het zo? Ja, maar ik denk de gasten die kijken, hè boys. Ik denk dat jullie denken van, ja, Joe, je hebt hem net gekleed als een Amsterdamse guy van de studentenvereniging. En ik denk dat de dames denken van, Don, je hebt Joe gekleed als een oma. Ik denk... Of een soort zomerse chickie. Maar weet je hoe ik je heb gekleed? Als een London fashion boy guy. Ja, een beetje London. Fashion week. Ja. Zullen we deze dingen bij jou aan doen? Oh, nog meer kettingen. Maar ik vind het helemaal niks. Ik gaf een kettingreactie. Door dat haar nu. En omdat je al best wel lief bent. Ja. Word je dan gewoon een beetje een wifey? Ja, ik ben gewoon niet zo'n guy van de sportschool aan de anabolen. Die heel breed is met een kale harses, weet je. Ja. Er zijn heel veel mensen die een kruisje dragen die niet gelovig zijn, hoor, schat. Maar nou, ik denk dat jij gelijk een priester lijkt. Laat zien. Nou, dat is toch eigenlijk geen zo lelijk. Ik dacht dat het heel lelijk zou zijn. Ik bedoel, het is verschrikkelijk. Je moet het niet dragen, maar het is niet zo lelijk. Nou, we zijn klaar. Nou, dat was het. Leidt tot aan toe. Nee, ik vind dat je best wel leuke dingetjes erbij. Wat vind je leuk dan? Nou, ik vind bijna eigenlijk alles leuk, behalve net. Wow, wacht even. Wij denken we zijn klaar, hè? Maar mooi niet dus. Ja, moet er nog eentje. Ligt hier zo. We almost forgot. Sokken moeten komen tot net boven je knieën. Nou, kun je vertellen? Oh, dat gaat niet gebeuren. Me en mijn spek, ladies. Laat ze dat niet doen. Ready? Mhm. Net boven mijn knieën. Ja, ze moeten iets hoger eigenlijk aan. Nu lijkt het net voetbalsokken. Ja. En nu is het juist niet sexy daardoor. Ik vind dat shirt fucking leuk. Ja, shirt is goed hè? Ja, fucking leuk. Show me de fucking leuk vind ik dat. Shirt? Ja. En zo'n beetje zo'n groot kraagje. Ja. Leuk, hè? Heel leuk. Vind je dit leuk? Dit shirt vind ik wel leuk. Ja. En als de sokken hoger waren? Nou, nee, want kijk, het shirt komt tot hier. Dan zouden de sokken tot hier komen. Dus dan lijkt het alsof ik al een... panties aan heb. Nee, zo'n mayo. Weet je wat een mayo is? Ik deel altijd mayo op mijn boterham. Ja, het shirt krijgt van mij een 8. Ah! De sokken krijgen een -5. Die zijn helemaal niet goed. Kleine kutten, maar wel lekker warm. Maar ja. Stoot ze waarschijnlijk wel aan. Die vlindertjes die erop staan... Zijn wel echt met voetbalsokken, ja. Ja, zijn echt voetbalsokken, ja. Ja. Die vlindertjes die zijn volgens mij weggegaan. Mag niet? Vlinders zijn weggegaan? Ja, naar mijn buik toe. Oh, weet je niet. Ik vind dat ik heb gewonnen. Ja, ik ook hoor. Maar ik vind wel dat je je best hebt gedaan. Dat was hem dan wel echt. Dat was hem wel echt. Ja, je hebt sowieso gewonnen. Kan moeilijk nee, mee. Nee, laat het... Dat is helemaal niet zo. Jullie bepalen. Maar wij vinden dat Joel gewonnen heeft. Die fucking trui die je voor mij had met die blouse. We gingen net een shot terugkijken. Oh, zo grappig. Ja, we moeten natuurlijk wel met een gevulde maag naar de film, hè. Kijk eens even. Spinazie, burrata, avocado, zalm, brood, tomaat, brie, zeezout, boter
En een toetje. Het meest belangrijke moment van jullie avontuur hier op Love Island. Eet smakelijk. Chappen dit op. Kijk even jullie door dingetje en dan gaan we er van tussen. Een mooie boor voor 80 euro. Wauw, ik heb ervan genoten. We hebben ervan genoten. Echt niet de beste Bondfilm, maar zeker een hele goeie. Was fantastisch, genoten, drama. Hij was best wel soft qua persoonlijkheid, maar dat vond ik wel leuk. Hij was gewoon het einde van zijn Latijn natuurlijk. Helemaal goed, zeker een aanrader, word ik niet voor betaald of zo. We hebben ervan genoten. We waren naar James Bond gegaan, het theater show ging niet meer door, blablabla. Namens de heel erg voor kijken, mensen ook hebben genoten. Morgen ook jullie zien om 5 uur. Maar dan zijn, vergeet niet te abonneren als je genoten hebt. En anders ga ik je en tot de volgende keer.